De gemeente Woerden moet rond de koeienmarkt niet alles zelf willen doen, maar onderdelen uitbesteden aan deskundigen. Verder moet veel beter op veiligheid worden gelet. Dat was de toon van het debat rond de koeienmarkt 2017 en het rapport daarover, wat een groot aantal tekortkomingen blootlegde. Want er ging veel mis, variërend van meer kermisattracties dan waarvoor plaats was, tot een te groot aantal kramen op de warenmarkt. En bakkramen die vanuit brandveiligheid eigenlijk niet goed stonden. Voor de kermisexploitanten was het duidelijk: schoenmaker, hou je bij je leest. En deze wil ik me in eerste instantie ook even richten tot de portefeuillehouder evenementen, zoals ook vernoemd in het rapport. Die spreekt van dat er voldoende kennis in huis binnen de gemeente Woerden zou zijn om de kermis zelf te organiseren. Helaas is bij de editie van 2017 gebleken dat dat niet het geval is. Daar spreekt het rapport met voldoende criteria over. Want dames en heren, organiseren van een kermis is een vak. Ook voorgaande jaren gingen er wel eens zaken mis en waren er naar evaluatie aanbevelingen, maar die bleken meestal niet opgevolgd te zijn. Reden voor de VVD om een motie aan te kondigen. Wij willen dat iedereen gelukkig in Woerden kan zijn en dat er vertrouwen is in de organisatie van evenementen en dat er controle is op de veiligheid. Vertrouwen in de gemeentelijke organisatie is namelijk goed, maar controle dat de 50 aanbevelingen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is beter. En daarom kondigen wij een motie aan die de opdracht aan het college geeft om de aanbevelingen uit dit rapport te verwerken in een plan. Ik ben nog niet toe aan een motie, want ik lees ook in wat de fractie van de VVD beoogt met de motie, kan ik ook al een beetje terugvinden in de raadsinformatiebrief. Want het college schrijft er ook al dat er een plan van aanpak komt. Ik denk dat er al genoeg gezegd is over hoe het volgend jaar moet, maar laat de kermisexploitanten zelf regelen. Die kennen elkaar van haven tot gort en dan gaat het gewoon goed. Waar ik enorm van geschrokken ben, is het woordje verzakelijking. Het moet meer opbrengen, oftewel de koeienmarkt moet verzakelijkt worden om er eigenlijk gewoon geld mee te verdienen. En ik denk dat dat niet goed is. Voor de VVD-motie bleek geen meerderheid te bestaan. Maar na afloop van het debat vond Reen Bakker dat niet zo heel erg. Nee, want het doel is wel bereikt, want er is gewoon een keiharde toezegging van de burgemeester dat eind februari, begin maart een plan van aanpak voor de organisatie van de koeienmarkt van dit jaar komt. En dat is eigenlijk het doel geweest, dus ja, het doel zijn we dus ingeslaagd. Uit het onderzoek naar verloop van de koeienmarkt bleek dat burgemeester Victor Molkenboer tijdens de markt niet werd geïnformeerd over de zaken die misgingen. De mensen wilden het oplossen met elkaar. En men gaat dan aan de gang. En dat is een mechanisme wat heel natuurlijk is. Maar een vorm van professionaliteit is natuurlijk dat sommigen dan een vinger op moeten steken. En moeten zeggen, hey, volgens mij moeten we hier dit even opschalen. Want dit gaat zo niet goed en er moet op ingegrepen worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport mee te nemen voor een nieuw plan van aanpak. Dat plan wordt voor de zomer met de gemeenteraad besproken.